Het zijn er nu heel wat bekende activisten die onderdak, als ik het zo mag zeggen, zoeken bij politieke partijen. Zij geven aan dat wil men verandering brengen, dat dan zal moeten gebeuren vanuit het machtscentrum, vanuit die regering. Vandaar dat zij zich dan nu ook aansluiten bij politieke partijen. Bij A20 hebben wij ook dan de volgende straatactivist gehad. En aan hem is ook de vraag dan gesteld waarom hij dus nu naar de politiek is overgestapt. Ik ben gestapt in A20 omdat ik heb gekeken naar een partij welke normen en waarden draagt. En als ik die normen en waarden draag, dan vind ik niet dat ik deel genoeg daarvan moet zijn. Inderdaad, als activist heb ik gezien bij de organic protesten, maar u hebt me ook gezien bij andere protesten waar ik zoiets had van nee, het gaat niet. U gaat me altijd horen praten over de belangen van de leerkrachten. Mijn collega's die hebben het moeilijk. Ze komen niet uit. We hebben het zwaar als we kijken naar de uitstroom. We hebben het zwaar als het gaat om de waardering. We hebben het ook zwaar als we praten over rancune. En broodvlees werden ook toegepast. Dus laat dit een signaal zijn voor iedereen daar buiten. Die bezig is met rancune. Die bezig is met macht. Dat die mensen daarmee moeten stoppen. We kijken uit nu naar de toekomst. A20 maakt zich zorgen om de jeugd. Maar A20 maakt zich ook zorgen met hoe gaan we Suriname beter maken en wat gaan we regelen voor de toekomstige generaties. Dat ook zij kunnen genieten van de rijkdommen die Suriname heeft. En dat het niet gaat naar één selecte groep. Maar dat is wat we zien. Die onrechtvaardigheid wat bij slechts één groep als het ware zichzelf verrijkt ten koste van alle anderen. We kunnen dat niet meer hebben. Dus als het gaat om A20, kan ik u zeggen A20 is een partij waar je op kan vertrouwen. De voorzitter is hier. Als er iets is waar ik niet eens ben, kan ik hem gewoon aankijken en zeggen voor jullie nog wat zijn die sheriff. If it was aan die one en zo. Eigenlijk is het ongekend dat je een partijvoorzitter hebt waarbij je als jongeling, als nieuwe persoon in een partij kan zeggen, hey, look what's aan die smeer. Of hier ben ik, of hier kan je aansturen. Want wat wij weten is als je de voorzitter soms bij andere partijen zegt, is het rancune. Je wordt weggedrukt in een hoek. Maar hier nemen ze het als een leermoment. En zeggen van, hey, hier kunnen we aanscherpen en hier kunnen we bijbouwen. Dus A20, ik kan iedereen oproepen, vooral de jongeren, vooral de mensen die zeggen van, hey, ik wil het meneer Shiwa, want toekomst mogen is er aan de jongen. Ik wil het meneer Bakondre, maar ik wil het mooi samen, want give up. Laten we het gezamenlijk geven aan A20. En ik kan u zeggen, ik heb mezelf persoonlijk daaraan verbonden. En eigenlijk heb ik ook mijn reputatie op het spel gezet. En gezegd van, hey, no, dit is een partij waarvoor ik ga. Dus misdruk je brief die naar en misdruk de one niet festival, nog andere dat festival. Dus we gaan ervoor. Hier is op activisten die zich niet aansluiten bij politieke partijen, is dat jullie in feite altijd politieke ambities hebben gehad en gewoon in feite de acties, straatacties hebben gebruikt om in feite ja, in de politiek binnen te stappen. Even voor de duidelijkheid. Inderdaad ben ik activist, ja, maar ik ben ook Surinamer. Als je niet bent in een positie waarbij je een verandering kan brengen, ga je altijd met lege ogen staan kijken hoe dingen eraan toe gaan. Ik kan zeggen dat ik wel gekwalificeerd ben, ik ben geschoold genoeg, en nu zeg ik van kijk, ik wil de verandering brengen. Als je jaar in jaar uit kijkt naar de buurman die daar zo staat en een huis moet bouwen, maar die maar liever geen kennis van. Maar omdat die man een beetje goed kan babbelen, maar omdat die man een beetje wat leuk kan dansen op een podium, dan is die man elk jaar daar. En moet bouwen ofzo, moet bouwen ofzo, moet bouwen ofzo, maar er komt niks van terecht. Dan waarom gaan we er niet voor kiezen, de mensen die daar zo staan en zeggen als activist van, hé, look, asan zei je doe aan de boom. Als we dat jaren hebben gezegd, dan moeten we nu ook kunnen bewijzen dat wij het beter kunnen. Dus ik zie niet dat er iets daaraan fout is. Ik wil niet langer staan aan de zijlijn en zien dat mijn kinderen geen toekomst hebben. Want dat is het, mijn kinderen hebben geen toekomst. Als ik elke week moet komen staan, hé, hey, look, regering, u had dit anders kunnen aanpakken.
Waarbozen als organen toen dat tijd op straat komen hebben gevraagd van kijk, kan het niet zo zijn dat jullie stoppen met friends and family? En als men gewoon doorgaat ermee, met systematisch mij laten zien dat eigenlijk het belang van Suriname niet telt. Wat dan anders dan? Te zeggen van nee, we gaan nu daar op de plek waarbij we komen in de position of power om een verandering te brengen.